Het is verdomme nog langzamer dan de Python, dames en heren. En dan gaan we erin zitten. Wow, jeetje. Oh mijn god. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ik heb een mailtje gekregen van een Robbie en hij zegt het volgende. Hallo Vincent, ik heb de afgelopen dagen gewerkt aan een Rollercoaster Tycoon 3 park. Het is een niet zo groot park, maar wel leuk om te bezoeken, vind ik zelf dan. Omdat het me een beetje doet denken aan parken zoals Drievliet, Hellendoorn, Slagharen, etc. Als je dit zou willen opnemen, mag dat, het hoeft natuurlijk niet per se. Ik zou het natuurlijk wel heel tof vinden. Dit is mijn eerste park dat ik daadwerkelijk opstuur. En bij mijn parken stonden twee bestanden die ik allebei maar even opstuur. Ik heb ook al zo'n scenery gebruikt. Ik zal die in een Word bestand zetten voor je als je de map daardoor eventueel niet kan spelen. Ja, met vriendelijke groeten van Robbie. Nou, Robbie, bedankt. We gaan jouw park eventjes bekijken. En ik heb wel wat custom scenery. Alleen ik heb niet jouw bestandje doorgekeken welke custom scenery je hebt gedownload. Dus als er wat objecten zijn die missen, dan zou ik dat eventueel wel moeten zien. Maar ik kan zo niet 1, 2, 3 zien. Dit is trouwens het complete park. Ik kan niet zo 1, 2, 3 zien wat er mist. Dus laten we gewoon starten en laten we gewoon kijken wat je allemaal hebt gemaakt. Je hebt in ieder geval een prijs gewonnen voor het mooiste park ooit. Dus kijk eens even, een prijsje. Oh, je hebt ook het netste park, het beste eten, het veiligste park. Nou, dat komt volgens mij helemaal goed om dit te bezoeken. Dit is dus genaamd Green Hill Valley. Dus mocht je afvragen van hoe het park heet, het staat hier ook volop op de ingang. Nou, het park heeft eigenlijk best wel een aparte vorm. Het is een soort van cirkel en daaromheen zit nog een grote cirkel. En dat is eigenlijk het park met eraan wat attracties bevestigd. We hebben wat waterattracties, zoals een boomstammetje, een rapid, ik zie een track ride, ik zie een achtbaan met wat loop. Een dark ride in de hoek en nog wat flat rides. Ja, de flat rides wil ik eigenlijk even overslaan door... Ja, we kunnen er wel in zitten in principe. Eventjes gewoon kijken. Dit is een bootje. Ja, toch wel leuk voor een spel van 2014. Jullie weten wel, 2004. Ik zit elke keer 2014 te zeggen, maar het is 2004. Het is 13 jaar oud. Het is gewoon heel oud. Het spel is heel oud. Het is gewoon grijs aan het worden. En ik heb nog steeds, de disc heb ik nog, hè. Die disc is zwart-wit, maar die was niet vroeger in kleur, hoor. Dat je niet denkt van hij is zo grijs gedraaid dat hij echt zwart-wit is geworden. Nee, maar die is gewoon standaard zwart-wit. Was dit de rit al? Jeetje, ik zit er net in. Nou, leuk, de berenboot. Hij heeft ook alles een naam gegeven, dus vandaar dat we even alles gaan bekijken. De Turbinator is een Enterprise. En, goh, jeetje jongens, zijn we nou elke keer te laat als ik een attractie in wil? Kom op. Nou, er komen in ieder geval meer mensen springend, juichend, gillend, rennend naar de attractie. En zodra dus de potje dicht gaan, weten we dat die vol zit. En met een volle bak kunnen we wel even kijken, gewoon een onderrijd, hoe dat eruit ziet. Kijk eens even, daar zit dan een vrouw. Ik moet altijd even goed kijken bij dit spel of het nou een vrouw of een man is. Maar je kan het wel duidelijk zien aan de lippenstift natuurlijk. Ja, nou, je gaat hier over de kop. En mijn ervaring in de Enterprise is niet positief. Dus in een spel vind ik het altijd nog beter dan, zeg maar, in het echt. Wat ik wel vet vind is dat je bepaalde... Ja, je ziet de lucht, zie je eigenlijk een soort van weerkaatsen tegen dat staal of zo. Je ziet in ieder geval allemaal kleurtjes hier bewegen. Dat vind ik wel tof gedaan. De Turbinator. Ja, weinig scenery, maar ik ben gewoon heel bang dat hier gewoon een soort van Main Street hoort te zijn. Maar zoals ik al zei, ik heb heel veel custom scenery al in mijn project staan. Dus ik weet niet of het zo hoort of dat er misschien wel objecten omheen moeten staan. Dit is wel leuk, want hier zijn bepaalde scenery objecten wel meegeladen. Dit is dus de Waterman. En ja, dit is een attractie waar ik ook zelf niet in zou willen gaan. Want ik hou niet zo van trail rides. Ik vind gewoon niks. Dingen die over de kop gaan, dat kan mijn hele dag verzieken. Ik heb namelijk een soort van heel kort lontje wat betreft dat ik heel snel misselijk word. Niet een kort lontje dat ik snel boos word, maar eigenlijk dat ik snel misselijk word. En dat vind ik jammer, want ik kan eigenlijk je hele dag een beetje verzieken. En wow, staat hij nou op vooruit gespoeld? Nee, hij gaat gewoon zo snel. Oh, ik dacht dat hij op vooruit stond gespoeld, maar kijk, dit is niet normaal. Je ziet ook de mensen helemaal met dikke wangen, alsof ze moeten kotsen of zo. Dit is echt, wauw, dat ging wel heel erg snel. Maar wel leuk gedaan, een kort maar krachtige rit, zullen we maar zeggen. Met ook van die waterstralen aan de zijkant. Dit was dus de Waterman. Ja, leuk. Dat is, misschien is het wel iemand zijn sterrenbeeld, dat kan natuurlijk ook. Misschien hebben we ook wel de Steenbok dadelijk, dat is mijn sterrenbeeld. We krijgen hier de Black Pearl. En dat is gewoon een schommelbootje. En wat is er eigenlijk bijzonder aan een schommelbootje? Nou, eigenlijk vind ik er niks bijzonders aan. Ook deze attractie sla ik meestal over in een pretpark. Maar, weet je wat, we doen hem gewoon omdat het gewoon
ja, leuk is om er gewoon even erin te zitten. Oh, de monteur was ook net echt weg. Ik dacht van, waarom vertrekt hij niet? Waarom gaat dat schip niet starten? Maar er kwam net een monteur, die kwam net door de wachtrij heen. Of in ieder geval door het stationnetje, het ingangstationnetje. Of waar je de tickets moet betalen van, oh ja, de attractie is net gerepareerd. Je kan er nu in, lekker veilig. Nou ja, misschien was het een controle, dat kan natuurlijk ook. Wat hebben we hier voor iets? De vogelvlucht. En, oh wauw. Oh, dat is gaaf. Kijk nou, een soort van fakkels. En dan kan je gewoon inzitten en dat is eigenlijk gewoon een soort van, ja, je draait rond en verschillende bakjes. Ja, gewoon een, best wel deze attractie zou ik nog wel in willen gaan. Dat vind ik wel leuk. Nou, dan gaan we verder kijken, want aan de overkant hebben we onze eerste achtbaan. Hij vertrekt ook net een beetje een kermis idee, de Green Devil. We gaan erin zitten met een hele steile optakeling. Moet ik wel het goede karretje even selecteren? Ja, deze is het. Nou, mij benieuwen. Ik wist niet eens dat er meerdere achtbanen in het park stonden. Oh, een scherp bochtje. Ik weet niet of die gaat spinnen, want het is in ieder geval wel een spinning coaster. Dus ik verwacht wel dat die gaat spinnen, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Oh, jeetje jongens. Ja, dit is redelijk hard spinnen. Niet echt een realistische layout als je mij vraagt, maar ik vond het wel leuk om deze achtbaan te doen. En even ook best wel de snelheid erin, zeg maar. Dus dat is ook wel bijzonder. We hebben hier de theekopjes. Ja, de Mad Teacups. Kunnen we inzitten? Jeetje, mevrouw. U heeft het wel naar uw zin. Ik kan het gewoon duidelijk zien. Deze vrouw wil gewoon meer. Die zit waarschijnlijk de hele dag in deze attractie. Omdat haar zoontje of dochter er heel graag in wil. Dan krijgen we hier iets heel leuks. Want het lijken net opblaaskrokodillen. Maar het is gewoon een krokodillenrivier. Eigenlijk een boomstammetjesattractie. Maar dan zitten we dan in krokodillen. Het station is in ieder geval heel simpel. Het is gewoon één laagje. En ja, dit is het gewoon. Dit is serieus het station. Nou ja, maak het uit. Meestal adviseer ik om het misschien wel 3 breed te maken. Zodat je eigenlijk een soort van een middenstuk hebt, zoals je hier ziet. En dat je dan nog een zijkant eraan doet met een dak wat schuin loopt. Dat ziet er altijd net wat beter uit. We gaan eens even een ritje maken in dit boomstammetje. Of in ieder geval, ik noem het krokodilletje dan maar. Nou, we vertrekken vanaf dat hele smalle station. Ik heb hem even op test gezet, want er kwam geen karretje aan en ik heb geen zin om te wachten. Ik wil gewoon gelijk in deze attractie. Dan hebben we in ieder geval geen gezeik van gillende mensen die achter me zitten. En dan kunnen we ook rustig om ons heen kijken zonder gestoord te worden. Zonder dat we in één keer een schop krijgen van degene achter ons. En we gaan hier naar beneden. Wel jammer dat het niet echt lang doorgaat, dat we gelijk al een bocht krijgen in de afdaling. Maar het was niet zo'n hele grote afdaling, dus in principe kan dit wel. Een kleine splash en ook een cowboy staat er met zijn lasso een beetje stoer te doen. En proberen geld te verdienen, terwijl dat helemaal niet, ja, echt lukt. Althans, voor mijn gevoel lukt het niet echt bij hun. Ze staan er al heel lang volgens mij. De tweede kleine optakeling komen we een stukje hoger. Maar voor mij gaat die dadelijk nog wat hoger. Want ja, op het einde heb je meestal zo'n gigantische splash. Ik weet niet precies wanneer dat komt en waar dat is. Maar ik verwacht wel dat er gewoon een grote splash in zit. Kan ik hem even vooruit spoelen? Ik weet even niet het knopje uit mijn hoofd. Misschien 3? Ook niet? Nee, ook niet. Oké. Okay. Nou, dan doen we het gewoon even hiermee. Kunnen we toch wel even genieten van het uitzicht. Ja, ik mis wel een beetje de bergen in zijn park. Ik zie wel dat hij goed gebruik heeft gemaakt van bomen en dat soort dingetjes. Maar ik mis gewoon bergen en riviertjes en zo. Misschien dat we die nog niet hebben gezien of dat we die nog tegenkomen. Maar ik geloof niet dat het park van die bergen bevat. Ja, jammer, want dan heb je verschillende hoogteniveaus en dat ziet er ook wel tof uit. Wat is hier rechts trouwens? Is dat een attractie? Voor mij is dat een reptielenhuis, geloof ik. Ik weet het niet zeker, we gaan dadelijk even een kijkje nemen. Ik ben weer heel nieuwsgierig. Als ik zo om me heen kijk, wil ik eigenlijk alles weten wat er is. En dan krijgen we hier een kleine afdaling. Het duurt echt heel lang deze rit. Ik ga er even uit, want ik heb hem eigenlijk nu al gezien. Hier is dan een soort van de laatste afdaling. Ga je hier naar beneden en daarna nog eentje naar beneden. Dus niet echt grote afdalingen in deze attractie. We gaan kijken, wat was dat in de hoek? Was dit Rotoveter? Wat is dat voor attractie? Ik heb dit serieus... Hè, wat is dit nou weer? Is dit... Oh, dit is waarschijnlijk zo'n soort van... Een attractie dat je tegen de muur aangedrukt wordt, denk ik. Ik heb dit serieus... Is dit een custom attractie? Ik heb hier serieus nog niet echt van gehoord of zo gezien. Wel een hele lange wachtrij vergeleken met de andere wachtrijen die we hebben gezien. Maar laten we even kijken. Ja, voor mij is er zo'n tol. Zo'n graviton of zo? Heet het een graviton? Ik weet het niet, maar we kunnen er wel in zitten. Wil even kijken, ben wel nieuwsgierig. Zal ik hem even vooruit spoelen, want hij vertrekt nog niet. Zodra de deur gaat sluiten, kunnen wij een kijkje nemen. En dan gaan we erin zitten. Wow, jeetje. Oh mijn god! Oh mijn god! Oké. Okay. Ging serieus de vloer... Was dit het? Dit was de rit?
De rit duurt serieus 10 seconden. Of dat nog korter zelfs. Ja, het zal wel goed zijn. Ik heb niks vooruitgespoeld. Het is gewoon de normale snelheid. We hebben hier een Rapid River. Nou, ik kan wel een onderuit maken. Maar in principe is het gewoon iets heel simpels. Je gaat naar boven, naar beneden. Je blijft op één niveau. Je hebt 3 van die plekjes waar je dus langs watervallen komt. En voor de rest is dit eigenlijk de attractie. Weer met zo'n heel dun station. Wat heeft hij hier? Is dit de ingang? Dat zijn winkeltjes. Oké, die heeft hij ook leuk gedecoreerd in een soort Hawaii-thema. Dat zie je ook een beetje aan de bomen. Er is hier een attractie en ik ga die niet laten zien, want het is een beetje grof de naam. Daar hebben we hier de Looping Star. Daar gaan we natuurlijk wel in zitten. Want, jongens, wat is dit? Hoort dit? Houden we hier een theekransje hierboven? Of zijn jullie gewoon lekker aan het chillen? Volgens mij is deze attractie kapot. Of jou kapot? Misschien is die defect. Even kijken, kunnen we iets vinden? Hij maakt ook 2 rondjes. Wauw. Een noodstop. Hij heeft een noodstop moeten maken. Weet je wat we dan doen? We sluiten de attractie. We doen hem gewoon lekker testen. En dan kunnen we gelijk een ritje maken. Zo ben ik dan, weet je wel. We gaan niet wachten op die monteur. En misschien lopen er wel 20 rond. Maar we gaan gewoon genieten van... Oh mijn hemel. Serieus? Is dit de optakelingssnelheid? Het is verdomme nog langzamer dan de Python, dames en heren. Zijn we dan binnen 2 minuten boven in plaats van 1 minuut? Nou, in ieder geval, het voordeel is dat we boven komen en dat hij hopelijk geen noodstop hoeft te maken. Ik weet het niet zeker. Dat moeten we even afwachten. Hij maakt wel 2 rondjes. Dat vind ik wel apart. Waarschijnlijk door de kleine layout. En misschien kunnen we even... Oh ja, we hebben nog die dark ride in de hoek. Nou, ik weet trouwens niet of het een dark ride is. Dadelijk is het gewoon een main street. Maar ik zie wel een wachtrij. Het lijkt een beetje op een spookhuis in verband met het skeletje wat we daar zien. De bomen en een beetje... Het is een beetje duister. Jongens... Wat is dit? Staat hij serieus stil? Jongens en meisjes, test je 8 banen voordat je iets maakt. Ik ga het nu al even fixen. Maar alsjeblieft, controleer even je 8 banen voordat je het opstuurt naar mij. Want anders gaat het niet goed komen. Dat weet ik zeker. Maar heel raar dat hij dan gelijk een noodstop moet maken. Ja, je snapt wat ik bedoel. Nou, ik heb de optakeling even versneld van 4 kilometer naar 12. En dat houdt in dat we hopelijk wel nu alles gaan halen. Dat hoop ik dan. Bovenaan gekomen gaan wij genieten van de Looping Star. Ja, dit haalt hij makkelijk. We gaan naar beneden. De eerste looping met een random... zo'n random lantaarnpaaltje wat daar stond. De tweede looping. En dan gaan we, denk ik, richting het einde een leuk heuveltje. Zo, als dat geen airtime geeft, dan weet ik het niet. En dan komen we aan bij de tweede ronde. Jeetje, we schieten gewoon door. Nou, wat hebben we hier dan? Een soort skeletje. Hoe heet die dan? Even klikken. De galgenschommel. Volgens mij is dat gewoon de standaardnaam in het spel, maar dat weet ik niet zeker. En dan krijgen we hier, even op het bordje kijken, de Haunted Castle. Ja, toch een spookhuis. Oeh, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. We gaan hier naar binnen en hier is gelijk al het station. Oeh, dit wordt griezelen in de Gothic Moon audio die erbij staat. Hoppakee, testen en genieten van de dark ride. Ik ben benieuwd. Daar hou ik al van. We zien daar een paar bankjes. Dat is trouwens Custom Scenery, die bankjes. Nou, we hebben hier allemaal objecten die wel standaard in het spel zitten. Leuk, die muurtjes. Had hij misschien nog wel een beetje variatie in kunnen doen door misschien wel raampjes te gebruiken. Want ik weet dat in de standaard scenery van Rollercoaster 3, dit is de Castle set, dat daar wel meer dan zulke muren in zitten. Ook met raampjes, met scheur in de muur, geloof ik. Maar dat geeft niet. Nou, hier allemaal van die grafsteentjes bij elkaar. Het is gewoon een kerkhof. En daar komt een skeletje uit. Nou... Het is allemaal op 1 verdieping gemaakt, op 1 niveau. Dus we hebben geen hoogteverschil. Dus het gebouw blijft ook op 1 hoogte. We hebben daar wat wachten staan. En dat was volgens mij de hele rit. Nee, nog niet. We zijn er nog niet. Wow, dit is wel een grotere scène met Frankenstein. Waardoor die ook het plafond een beetje moest ophogen. Dan krijgen we hier zo'n tunnel effect. Leuk. Jammer dat hij door de muur heen gaat. Maar dat is gewoon een algemeen bekend probleem in Rollercoaster 3. En dan zijn we klaar met deze dark ride. Leuk, verrassend dat hij nog zo'n attractie heeft toegevoegd in zijn park. Hebben we nu alles gedaan? De vrije valtoren kunnen we nog even mee afsluiten. Maar volgens mij was dit zijn hele park. Ja, we hebben hier nog wel een track ride met wat Wild West details. Gewoon wat decor. Maar gewoon een hele simpele rit. We gaan nog even een onderrijd laten zien van de vrije valtoren. Volgens mij is die net dicht. Of nou ja, er moeten net mensen inkomen. Oh nee, hij vertrekt net. Mooi. Gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. Gezellig. We gaan even kijken wat er gebeurt. Nou, we gaan naar beneden en dat is de vrije val. Oh, we gaan nog... Het is een beetje zo'n hopper eigenlijk.
Dit was het park van Robbie. Bedankt voor het verzenden van jouw park. Ik vond het leuk om dit te doen. Laat vooral even een duimpje achter voor dit project. En heb je nou zelf een Rollercoaster Tycoon 3 park in elkaar geflanst? En dat mag met custom scenery of zonder custom scenery. Maar laat het even weten welke custom scenery je hebt gedownload. Of stuur die custom scenery even op naar mij. Zodat ik het in kan laden in het park. En dan kunnen we het ook laten zien aan de mensen. Tot de volgende keer bij wie weet wel een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Doei doeg!